Goedendag, Hoe heet u? Hallo. Ik ben meester Victor. Hallo. Wij zijn van Wolken TV en wij willen een paar vragen aan u stellen. Oké. Okay, hallo. Um, hoe lang werkt u al op deze school? Uh, ik werk inmiddels bijna vier jaar op deze school. Twee jaar als leerkracht en ik heb twee jaar als stagiair hier rondgelopen. Um, heeft u bijvoorbeeld iets geks meegemaakt of iets grappigs? Uh, nou ja, het is altijd gek en grappig. Hè? Ook als ik af en toe een groep acht ben, is het natuurlijk ook altijd wel lachen. Dus. Uh... Het zijn altijd leuke dingen, toch? Um, in uh, welke groepen bent u allemaal geweest? Ik ben in alle groepen al geweest. Ik, heb dan, uh, ik werk zelf dan in groep 2 en ik, uh, af en toe in groep 7 en groep 8. Maar ik heb stage gelopen in groep 3 en ook hier in groep 2. En ik heb ook in alle groepen uh, ingevallen. Wat is uw favoriete klas? Oh ja, groep 2, want dat is mijn eigen groepje. Ja. Dus uh, dat is uh, heel eerlijk, dat is mijn groepje 2. Wat vindt u zo bijzonder aan deze school? Nou, het bijzondere aan deze school is dat er heel veel kinderen zijn van uh, verschillende uh, afkomsten. Dus dat er bijvoorbeeld Turkse kinderen zijn, Marokkaanse kinderen, Antilliaanse kinderen, Nederlandse kinderen. Zo verschillende uh, nationaliteiten en dat, is gewoon, dat maakt de school heel bijzonder. Dat is gewoon een aparte cultuur. Wat vindt u het leukste uh, feest op de piersteen? Het leukste feest op de piersteen, dat is een beetje omdat ik ook wel een stukje Brabant ben, en dat is dan is het toch wel carnaval. Wat je dan lekker gek mag doen. En daar hou ik ook wel van. Hè? Dus. Um, als er iets ergs gebeurt, wat doet u dan meestal? Ja, dat ligt eraan wat er, wat er ergs is. Hè? Als er iemand een uh, ongelukje heeft gehad, een kind, uh, op het speelplaats... dan ga je natuurlijk naar vrouw Marleen of uh, naar vrouw uh, Monique toe. En die helpen je dan om het uh, te verzorgen. En als er iets ergs anders gebeurt in de groep, ja, dat los je zoveel mogelijk zelf op natuurlijk. Helpt u soms ook bijvoorbeeld met de decoraties of met iets anders? Oh ja, tuurlijk. Zeker weten. Maar dat is uh, elke keer weer wisselend. Het ligt eraan in welke commissie je zit. Of je moet helpen. Oké. Okay. Wij gaan straks naar de hoge banken. Uh, heeft u daar ook een keer gewerkt? Ja, toen ik stage liep bij mevrouw Els in groep 3, toen heb ik daar ook meegewerkt. En daar hadden we inderdaad hoge banken. En dan zaten de kinderen wat hoger. En dan konden wij als leerkrachten wat makkelijker kijken. Hallo. Hallo. Hoe zitten die, die stoelen? Ja. Hoe zitten die stoelen? Lekker. Niet bij iedere school zitten deze stoelen of wel? Nee, alleen uh, bij de PSD school Ze hebben deze stoelen in groep 4, 5 en ja, dat En groep 3. En ook, en ook groep 6, of niet? Uh, ja, daar hebben ze hem ook. Um, zullen we bij de rest van de. van andere groepen ook deze stoelen komen uh, dat weet ik niet zeker maar volgens mij niet want dit is voor kinderen die uh, wat jonger zijn en voor kinderen die wat ouder zijn hebben ietsjes lagere stoelen en lagere tafels